Wat is het Living Lab precies? Het Living Lab is een arbeidsmatige dagbesteding waarin cliënten innovatieve producten testen en onderzoeken. Dit doen ze naar aanleiding van vragen die binnenkomen over zorgtechnologie en e-health. Die vragen komen vanuit de medewerkers en cliënten van Avelijn. En dan gaan we die testen dus, de producten dus testen en ja, dan gaan we advies geven aan de medewerkers. Kunt u een voorbeeld geven? Wij hebben verschillende, we hebben de Credo getest. De Credo is een soort houten rugbybal. Dit is een interactief zorginstrument dat in aanraking tussen mensen vertaalt in geluid. Dit maakt een nieuw contact mogelijk voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie. Zoals mensen die lijden aan dementie, autisme of een verstandelijke beperking in hun omgeving. Door elkaar aan te raken maakt het instrument geluid, waardoor mensen helemaal weer opleven en ja, zo weer opnieuw communiceren met elkaar. Hoe zijn de ervaringen tot nu toe? Ja, heel positief. Het is gewoon ook heel leuk om te doen. Ja, wij leren zelf als groep heel veel. We komen met heel veel dingen in aanraking waarvan we eerst ook nog niet wisten van goh, hè, dat is er. En ik merk ook dat de cliënten het heel erg leuk vinden en ook heel kritisch zijn, goed meedenken, tips ook hebben en ook al wel aardig wat kennis hebben. En dat is wel heel mooi. En ook de cliënten die het wat minder goed weten, die kunnen het juist ook mooi heel goed testen. Wat is het meest bijzondere dat u tot nu toe heeft getest? Het meest bijzondere? Oh, dat is wel een goede vraag. Heel veel dingen vind ik eigenlijk wel bijzonder. We hebben dan ook onder andere de Relaxmaker. En de Relaxmaker, dat is een apparaat dat je op je hoofd zet. En waar je dus ook filmpjes kunt zien. En dat kun je dus ook gebruiken voor bijvoorbeeld bij een tandarts. Als je angsten hebt, dan ben je gefocust op dat filmpje. Of om gewoon even te relaxen en tot rust te komen. Even af te sluiten van de buitenwereld. Dat vind ik wel een heel mooi apparaat eigenlijk. Of product, innovatief product. Krijgt u te horen van de cliënten of de producten na tevredenheid werken? Ja, we zitten natuurlijk nog in de beginfase, in de opstartfase. Dus we zijn nu ook heel erg bezig geweest met het zelf informatie opdoen door naar locaties te gaan. Innovatiemarkt zijn we geweest. Om meer kennis te krijgen van de producten en wat is er allemaal. En nu zijn we eigenlijk wel wat meer bezig met vragen die binnenkomen om daar ook mee aan de slag te gaan. Dus we krijgen wel positieve reacties. We hebben bijvoorbeeld de Brain Trainer Plus die binnen Avelijn is. Dat is een soort computer waar allerlei spelletjes op staan. Maar ook gewoon rekenen, taal. En daar krijgen we heel veel positieve reacties over, ook vanuit de medewerkers en cliënten van Avelijn. In hoeverre is het Living Lab uniek voor Nederland? Ja, ik denk dat op dit moment hier in ieder geval in Overijssel een van de eerste zijn die met een Living Lab starten. Ik merk wel dat er in de omgeving dat er wel veel vraag is van goh, mogen we een keer langskomen, kijk hoe jullie dat doen. Dus dat het wel steeds meer in opmars komt dat er meerdere Living Labs gaan ontstaan. En op die manier kunt u een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland? Ja, zo zou je het wel kunnen stellen, ja. Dank u wel. Alsjeblieft.